Inleiding 1. De psalmist klaagt zijn zorgen aan God. Het volk leeft zonder God. Hij verlangt naar herstel van stad en tempel, Sion. Het volk was in de opbouwtijd wel vrij, maar altijd was er gedoe of dreiging van andere machten. Dit gebed werd vaak gebeden in tijden van droogte. Met droogte zijn we de laatste jaren wel bekend geraakt door klimaatverandering. Of laat de massale uitroeiingsgolf van dieren en planten en de bedreiging van veel menselijke gemeenschappen ons onberoerd. Moderne mensen lijken die catastrofe die onder hun ogen plaatsvindt niet te kunnen bevatten. Inleiding 2. Normaal ben je blij als je denkt aan je kinderen en kleinkinderen. Een vrouw vertelde, sinds ik grootmoeder ben, ben ik een milieufreak. Hoe kun je rustig blijven als de wereld in brand staat? Psalm 102 eindigt gelukkig met hoop voor komende generaties. Vers 29. Verbindend is dat God eeuwig God is. Eeuwig in zijn trouw aan het werk dat hij begon, niet wat mensen presteren. Hij is ook de God die ons wil helpen als het gaat om onze klimaat, milieu of wat voor schuld dan ook. Lezen Psalm 102 vers 1 tot en met 8. Er staat boven gebed van een ellendige. Een gebed van een ellendige wanneer hij bezweken is en zijn klacht uitstort voor het aangezicht van de Heere. Heere, luister naar mijn gebed. Laat mijn hulpgeroep tot u komen. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Neig uw oor tot mij op de dag van mijn benauwdheid. Op de dag dat ik roep, verhoor mij spoedig, want mijn dagen zijn als rook vervlogen. Mijn beenderen zijn uitgebrand als een haard. Mijn hart is geslagen en verdord als gras, zodat ik vergeten heb mijn brood te eten. Mijn beenderen kleven aan mijn vlees door mijn luide zuchten. Ik lijk op een kou in de woestijn. Ik ben geworden als een steenuil te midden van de puinhopen. Ik lig wakker. Ik ben geworden als een eenzame mus op het dak. Hij wekt bedroefden ook zichzelf op, niet op te houden met bidden. Want dit is juist de meest geschikte tijd tot gebed. Het verlicht onze smart als wij ons hart uitstorten voor God. Volgens Calvijn moeten gelovigen niet slechts welbewust, maar ook vurig en krachtig bidden, zonder dat er misschien een enkel woord over hun lippen komt. God zal uiterst teer met hen handelen, als zij vrijmoedig, gelijk kinderen bij hun ouders, hun pijn klagen en voor hem hun hart uitstorten. Het lijkt erop dat de dichter ernstig ziek is, hoge koorts. Hij is bang dat hij op jonge leeftijd zal sterven. Mijn gebeente gloeit als vuur, vers 24 en 25. Neem mij niet midden in het leven weg. Hij is bang dat hij eenzaam moet sterven en niemand hem tegenhoudt. Gespreksvraag 1. Net als dieren worden mensen agressief en minder behulpzaam en kennen minder zelfbeheersing als ze nergens bij horen. De dichter is buitengesloten, vers 7 en 8. Deze persoon in Psalm 102 schat zijn overlevingskansen negatief in. Hoe dan? Calvijn kent de vogels goed. De mus wordt hier eenzaam genoemd, zegt hij, omdat zij van haar metgezel is beroofd. Nu weten wij dat dit soort van vogeltjes haar weduwschap zo moeilijk dragen dat ze er bovenmate om treuren. Eenzaamheid is een verschrikkelijk probleem. Weten dat niemand om je geeft. Daders van schietincidenten op middelbare scholen in Amerika zijn vaak
afgewezen personen. Ineens slaat hier in deze psalm de doodsangst toe. Totale uitsluiting, radeloosheid van te moeten sterven. Vanuit dat gevoel dat hij in een diepe put zit, schreeuwt de dichter om hou vast. Hij ziet uit naar een sterke hand die naar hem toegestoken wordt en hem vastgrijpt. Hij, broos en tijdelijk, kijkt omhoog en ziet een ladder met twee stijlen, Gods eeuwigheid en Gods trouw. Langs deze twee stevige stijlen gaat het trede voor trede omhoog uit de put. Ik verdor als gras, maar u, Heere, blijft voor eeuwig. Mijn vreugde, mijn verdriet, mijn hoogten, mijn diepten, zelfs deze put waar ik nu in zit. Het is alles, alles in handen van God. Ook Babel en Assyrië, schone en vruchtbare landen, waren voor de ballingen woestijnen, net als de put voor de dichter. Hun hart was met hem bij de tempel in Jeruzalem. Lezen Psalm 102, vers 9 tot en met 12. De klacht gaat verder. Mijn vijanden honen mij de hele dag. Wie tegen mij razen, gebruiken mijn naam als een vloek. Want ik eet as als brood. Wat ik drink, meng ik met tranen. Vanwege uw gramschap en uw grote toorn. Want u hebt mij opgetild en weer neergeworpen. Mijn dagen zijn als een langer wordende schaduw en ik verdor als gras. Zij horen hoe ik zucht, maar ik heb geen trooster. Al mijn vijanden horen mijn onheil. Ze zijn vrolijk, omdat u dat hebt gedaan. Talrijk zijn mijn zuchten en mijn hart is afgemat. Dit zijn woorden uit Klaagliederen 1. In Psalm 102 ligt hij vanwege grote rouw ter aarde. En as is het brood dat hij eet. Het water dat hij drinkt, vermengt hij met tranen. De vijanden van de Joden stelden hem zo tot een afschrikwekkend voorbeeld van vervloeking. In Jesaja 37 draait de Heere het juist om. De maagd, de dochter van Sion, veracht u. Zij bespot u. De dochter van Jeruzalem schudt het hoofd achter u. Soldaten doen hetzelfde met Jezus in Johannes 19 vers 3. Ze geeselden hem en bespotten hem. Gegroet, koning van de Joden. En ze gaven hem slagen in het gezicht. Zo wordt ook Christus opgetild en neergesmeten. Net als de dichter van in Psalm 102. Het zegt: Heere, ik sla niet zozeer acht op wat wereldlingen mij aandoen, maar ik denk veel eer aan uw toorn. U komt ons tegen, anders waren we nu niet in zo'n ellendige toestand. De ballingschap was voor de godvruchtigen als een zonsondergang. De zwarte schaduwen worden langer. Ze zijn als verdord gras. De ballingen hebben bij terugkeer vergeten Gods huis te bouwen. Daarom bezoekt God hen met zijn straffen. Wat is erger dan dat God zijn aangezicht verbergt? Niets is blijvend. Niets houdt stand. Alles waar de dichter naar verlangt en waar hij van houdt, glipt weg uit zijn vingers. Hoe goed hij ook probeert het vast te houden. Lezen Psalm 102, vers 13 tot en met 18. De Heere blijft dezelfde. Maar u, Heere, u blijft voor eeuwig. De gedachten is aan u van generatie op generatie. U zult opstaan. U zult zich ontfermen over Sion. Want de tijd om haar genadig te zijn, want de vastgestelde tijd is gekomen. Want uw dienaren zijn naar stenen goedgezind en hebben medelijden met haar gruis. De heidenvolken zullen de naam van de Heere vrezen, alle koningen van de aarde, uw heerlijkheid. Wanneer de Heere Sion heeft gebouwd,
in zijn heerlijkheid verschenen is, zich gewend heeft tot het gebed van de allerarmste en hun gebed niet heeft veracht. God had een verbond met hen gemaakt, net als bij ons, waarbij hij beloofd had zijn volk te bewaren, in welke ellende zij zich ook bevinden. Het is zeker dat ze zullen aankomen in de hemelse heerlijkheid. Hij had zich verbonden op voorwaarde dat hij altijd in hun midden zou wonen. Want bij hem is er geen verandering of schaduw van omkeer. Jacobus 1, vers 17. Hij kon de schaduwen verdrijven. De zwarte schaduw van de dood. De nacht der zonde zal verdwijnen. Genade schenkt het morgenrood. U blijft voor eeuwig. De gedachtenis aan u van generatie op generatie. De dichter spreekt niet over zijn eigen verlossing en bevrijding, maar over de bevrijding van Jeruzalem, het herstel van de Godstad Sion. Het is heel belangrijk dat je je leven ziet in het grotere geheel van alles wat God in handen heeft. Blijkbaar is hij zo verbonden met zijn volk en volgende generaties en de weg die God met zijn volk gaat, dat zijn eigen levenssituatie totaal ondergeschikt is. Het is geen kleine vertroosting te weten dat de liefde van God voor ons zo groot is, dat hij zijn heerlijkheid wil doen schitteren in ons heil. Aldus Calvijn. Dus vertel dit troostrijke woord aan kinderen en kleinkinderen. Hij schenkt mij hulp, hij redt mij, keer op keer. God komt niet op onze tijd. God laat ons meestal wachten en langer dan ons lief is. God heeft niet, toen het erop aankwam, die stad gered en ingegrepen, maar op zijn tijd komt God wel op tijd. Jazeker, in zijn Zoon, Jezus Christus, is hij gekomen naar deze wereld. Dat weten en dat geloven wij. Gespreksvraag 2. We zijn maar een klein schakeltje in een hele grote ketting. God verschijnt juist in volle heerlijkheid als hij bezig is het volk terug te brengen in Jeruzalem. Hoe zijn we het meest dienstbaar voor kerk en volk? Alleen zorgen voor ons eigen schakeltje in de ketting of zorg hebben voor de hele ketting? Lezen Psalm 102, vers 19 tot en met 23. De wolk der getuigen. Dit wordt beschreven voor de volgende generatie. Het volk dat geschapen wordt, zal de Heere loven. Want hij heeft uit zijn heilige hoogte neergezien. De Heere heeft uit de hemel op de aarde neergekeken. Om het gekerm van de gevangenen te horen. Om los te maken wie ten dode zijn opgeschreven, zodat men van de naam van de Heere zal vertellen te Sion en zijn lof in Jeruzalem, wanneer de volken tezamen bijeen zullen komen en de koninkrijken om de Heere te dienen. Al was het volk van God geheel en al vernietigd, maar God zal door zijn wondere macht haar van de dood in het leven terugroepen. Daarom moet geen enkele ramp ons de moed doen verliezen, dat God, zoals hij de wereld uit niets heeft voortgebracht, het ook zijn eigen werk is, om zijn volk uit de duisternis van de dood tevoorschijn doen komen. De verlossing, waarnaar de psalmist zo vurig had verlangd, wordt nu door hem, dat is onze Heere, gerealiseerd, alsof het al gebeurd is. En dit moet doorverteld worden. Bij een estafetteloop is een parcours uitgezet. Elke estafetteloper moet zo snel mogelijk een rondje rennen. Daarna geef je een estafettestokje door aan een ploeggenoot die pas mag vertrekken als jij het stokje aan hem overdraagt.
Die ploeg die als eerste alle ploegleden een rondje heeft laten lopen, wint. Het verbond van God overstijgt alle generaties. Een ieder van ons is een schakeltje in die grote ketting van Gods heilsplan. Het parcours voor de estafetteloop lijkt op de wedloop waar de wolk der getuigen uit Hebreeën 11 aan hebben meegedaan. Deze geloofshelden hebben het voorlopige einddoel bereikt. Ze zijn in elk geval in de rust en ze zitten op de tribunes. Nu zijn wij aan de beurt. Nu is het onze wedloop. Abraham heeft zijn beurt al lang en breed gehad en Mozes en noem ze maar op. Nu moeten wij het beleven wat het is om net zoals Abraham en Mozes en de dichter van Psalm 102 te ervaren hoe spannende situaties aflopen. Wij weten elke keer dat het goed afloopt met die ouden. Het enige wat we niet weten is ons eigen verhaal. Wisten we dat maar. Gespreksvraag 3. Wij hebben dat ene grote voorbeeld, het mooiste van alles. Jacob zegt over hem in Genesis 49 vers 10. Hem zullen de volken gehoorzamen. Is dit toekomst of gebeurt dat nu al? Lezen Psalm 102 vers 24 tot en met 29. Messiaanse psalm. Hij heeft mijn kracht op de weg neergedrukt. Mijn dagen heeft hij verkort. Mijn God, zei ik, neem mij niet weg op de helft van mijn dagen. Uw jaren duren voort, van generatie op generatie. U hebt voorheen de aarde gegrondvest. De hemel is het werk van uw handen. Die zullen vergaan, maar u zult stand houden. Zij alle zullen verslijten als een kleed. U zult ze verwisselen als een gewaad en zij zullen verdwijnen. Maar u blijft dezelfde. Aan uw jaren zal geen einde komen. De kinderen van uw dienaren zullen veilig wonen. Hun nageslacht zal voor uw aangezicht bevestigd worden. Vanaf vers 24 uit Psalm 102... citeert de Hebreeënbriefschrijver in Hebreeën 1 woorden die ook in deze psalm op de Heere betrekking hebben. Het zijn zelfs woorden uit het gebed van deze ellendige die tot de Heere zegt, vers 26, U hebt voorheen de aarde gegrondvest. In Hebreeën 1 worden die woorden in de mond van God gelegd en God spreekt die woorden tot de Messias. Daar heeft het geen betrekking op die ellendige, Psalm 102 vers 1, maar op de Heere God. Gespreksvraag 4. Hebreeën 1 maakt dit duidelijk voor de Heere Jezus. Hij is beide. Hij is die machtige Heere die alles geschapen heeft, die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht, die triomfeert in de troon in de hemel. En straks zal wederkomen, vers 26. Hoe kan het dat hij ook die ellendige, vers 1 is, die hier op aarde zijn smeekbeden tot God richt? Psalm 102 gaat over de Messias. Hij is die ellendige die zegt, ik moet helaas omkomen. Hij heeft mijn kracht op de weg neergedrukt. Mijn dagen heeft hij verkort, maar de Heere blijft hetzelfde. Hebreeën 1 en Psalm 102. Het wonder van de persoon van Christus. God en mens in één persoon. Hij, God, heeft mijn levensdagen verkort. Wat is dat voor een troost die de dichter in deze eeuwige God vindt? Nu, begrijpen doet de dichter het niet. Want het is geen alles kunnen duiden wat je overkomt in je leven, geloof. Het is een diep vertrouwen in God, net als in Hebreeën 5 vers 7. In de dagen dat hij op aarde was, heeft hij met luid geroep en onder tranen
gebeden en smeekbeden geofferd aan hem, die hem uit de dood kon verlossen. En hij is uit de angst verhoord. Zijn levensdagen raakten al op toen hij nog maar halverwege was, vers 25. De dichter van Psalm 102 leeft in diep ontzag voor God. Calvijn over deze verzen, daar zelfs de hemelen in het oog van God niet veel verschillen van rook of damp, moet er in het hele menselijke geslacht een zodanige broosheid zijn dat God erdoor tot barmhartigheid wordt bewogen. De hemel en de aarde zullen ook eens eenvoudig opgerold worden, en toch zal het heil van Gods kinderen eeuwig zijn, omdat zij steunen op de eeuwige waarheid van God. De aarde is als een groot tafelkleed. Hij raakt aan slijtage onderhevig. Hij wordt langzaam maar zeker kaal op sommige plekken. Er komen op den duur scheuren in, alsof de dichter het klimaatakkoord van onze tijd had gelezen en de grote kale plakken vanuit de ruimte had gezien die er vallen in het Amazonewoud bijvoorbeeld. Het kleed is op den duur niet meer te gebruiken. God rolt, als dat moment gekomen is, het kleed daarom op en zal een nieuw kleed op tafel leggen. Gespreksvraag 5. We zijn misschien zeer verontrust over alle ecologische rampen die ons nog te wachten staan. Vers 28 zegt, maar u blijft dezelfde, dus hij staat erboven. Hij staat als het ware op de top van de hoogste berg en hij ziet alles in één keer. Hoe zal hij dan toch uiteindelijk aarde en hemel redden?